Het is een prachtige ochtend, begin april. Net achter Ede liggen de Binnenveldse hooilanden. Het is een moerasachtig gebied met veel riet en water. Ideaal leefgebied voor de blauwborst. April is dé maand om op zoek te gaan naar deze prachtige zangvogel. Blauwborsten arriveren in maart in ons land en gebruiken april om een partner te vinden. Mannetjes laten zich zien en horen om indruk te maken. Het is een opvallende verschijning. De blauwe borst, het roestoranje eronder en daartussen een gitzwarte streep. Blauwborsten zijn bezig met een succesverhaal. Hun leefgebied, een combinatie tussen rietmoeras en moerasbos, neemt in ons land steeds verder toe. De blauwborst profiteert ervan en neemt ook in aantal toe. Inmiddels zijn er zo'n 15.000 broedparen in ons land en is de vogel zelfs van de rode lijst van kwetsbare soorten gehaald.